We gaan kriskras door Den Haag op zoek naar onze laureaten. Hier in het Kunstmuseum heb ik afgesproken met Misha Andriessen, de winnaar van de Jan Kampertprijs voor poëzie. We ontmoeten elkaar in het prachtige gebouw van Berlage, omdat dit een paar jaar terug nog zijn werkplek was. Misha, gefeliciteerd allereerst. Deze ga ik aan jou geven. Ik ben zeer verguld dat ik die aan jou mag overhandigen. Dankjewel, Pieter. Hoe is dat? Fijn, heel fijn. Ja. Mooie prijs. Kijk eens hier, winnaar van de Jan Kampertprijs. Ik ga het boek even laten zien waarvoor je de prijs gewonnen hebt. Je hebt de Jan Kampertprijs gewonnen voor de beste dichtbundel van de Haagse Literatuurprijzen. Dat wordt georganiseerd door het Literatuurmuseum. Maar eerst even dit, waarom we op deze plek zitten in het museum in Den Haag. Hoe komt dat? Ik heb heel veel met kunst. Ik ben opgegroeid in een kunstenaars gezin en ik schrijf over kunst. En op die manier ben ik hier ook een keer als schrijver in residentie terechtgekomen, als schrijver aan huis van het toen nog gemeentemuseum. En heb ik hier een maand of zes rondgelopen, tentoonstellingen bezocht, maar ook gewoon in de archieven gezeten en in het depot en af en toe daar gedichten over geschreven. Ik heb, ik denk 14 of 15 gedichten toch in die tijd wel naar aanleiding van werken of tentoonstellingen hier geschreven. Ja. Want 14, 15 gedichten in een half jaar tijd is een goede oogst voor een dichter. Dat zou ik normaal gesproken zeggen. Dit is een bewijs dat het ook nog anders kan, maar meestal is het een hele goede oogst, ja. Want nu even dit, het Drogsyndicaat, jouw bundel. Een kloeke bundel, als ik dat woord mag gebruiken. Allereerst de titel, het Drogsyndicaat. Dan denk ik aan drog of bedrog of een drogredenering. Waar komt de titel vandaan? Ja, dat is een samenspel van allerlei dingen. Maar het ging, wat me het meeste aantrok, is dat drog zit in drogbeeld. Dus dat is hetzij een valse mening, hetzij een hersenschim of iets wat niet bestaat. En het zit inderdaad in drogreden, een argument dat een argument lijkt, maar het niet is. Als je dat googelt, kom je opmerkelijk vaak bij Mark Rutte uit. Overigens, maar de drogreden valt weer samen met de cirkelredenering. En een cirkelredenering werkt omdat een cirkelredenering werkt. En dat gaf me een heel mooi idee voor de structuur in de bundel. Dus ik had op een gegeven moment het idee opgevat om het over Naama, Noach en hun kinderen, het verhaal van de ark, de zondvloed, te hebben. Maar dan heb je al heel veel stemmen en ik dacht, hoe ga ik dat dan vormgeven? En die cirkelredenering die komt in zoverre terug, dat het begint met het gedicht Omega, dat eindigt met een regel en dat is weer de eerste regel van het slotgedicht dat Alpha heet. En ik denk als je de laatste regels van dat gedicht leest en je zou weer opnieuw beginnen, dat het gewoon weer doorleest. En je zult zien dat veel gedichten beginnen met het woord en sommige eindigen met het woord en. Dus er zit de hele tijd zo'n soort doorgaande vorm in. En wat mij daarin aantrok was natuurlijk ook dat het gaat over mensen die in iets geloven, maar in hoeverre is dat geloven ook een vorm van jezelf wijsmaken en hoeverre blijf je niet in dezelfde tred doorgaan. En dat heeft natuurlijk weer te maken met het soort milieuverhaal wat op de achtergrond speelt van blijven we niet op een bepaalde manier functioneren terwijl we eigenlijk wel weten we moeten het heel anders doen. Houden we ons niet vast aan een redenering, aan een waarheid, aan een beeld die misschien aan vervanging toe is. Dus dat speelt allemaal op een bepaalde manier een rol. Ja. En is dat ook hoe je op het verhaal van Noach kwam in de zondvloed? Door de zorgen om onze leefwereld? Nee, ik zou theater gaan maken. Dat was eigenlijk mijn idee. Dat kon niet door corona onder andere. En daarvoor had ik het idee om iets met Noach te doen. En eigenlijk was mijn
aantrekkingskracht Noach in eerste instantie dat ik iets wilde. Iemand die iets groots gedaan heeft en die denkt, heb ik het, desondanks heb ik het goed gedaan. En gaandeweg, toen ik die verhalen echt ging lezen en daarover ging lezen en verfilmingen ging zien, raakte ik veel meer geïntrigeerd door een heleboel andere aspecten. En vooral, wat ik me nooit gerealiseerd had, is dat ik ben dan wel in het meeste geval tot de Statenvertaling gericht, dat het zo opmerkelijk gek verteld is eigenlijk. Dus dat waarvan je zou denken, dat is interessant om te vertellen, wat gebeurt er als je in een zondvloed zit en de hele wereld op zijn kop staat, dat gaat in 3 regels, is het voorbij. Dan zijn ze wel weer heel specifiek over de afmetingen van de ark en over hoe lang het duurt dat een duif wegblijft en dat soort dingen. Wat ik me nooit gerealiseerd had, of nooit zo gerealiseerd had, is de schepping is net begonnen. We zitten voor in het boek Genesis en die wordt al uitgewist. Maar niet helemaal. Dus je hebt die uitspraak, God dobbelt niet, maar hier neemt hij of zij dan toch een soort gok. Van, het is geen enkele motivatie waarom Noach en zijn gezin dan wel mogen overleven. Dus dat intrigeerde me. Het gaat over het voortbestaan van de mensheid. Maar geen een van de vrouwen wordt in dat verhaal überhaupt bij naam genoemd. Dus dat intrigeerde me. En misschien wel het allermeest. Dan hebben ze het gehaald. Dan komen ze aan land. Dan kan het nieuwe bestaan beginnen. Dan laat Noach zich binnen de kortste keren gaan. Zuipt zich een stuk in de kraag. Kleedt zich uit. Wordt door een van zijn zoons aangetroffen. Die moet daarom lachen. En daar kan hij zich niet overheen zetten en hij verbandt die zo. Dat vind ik dus zo'n onbegrijpelijk iets dat me dat heel erg fascineert. En die figuur, die zoon, die Gam, die dan in het verhaal wordt weggestuurd, die krijgt in mijn boek dan ook een soort rol als degene die zich het meest tegen de gangbare redenering verzet. Dat is eigenlijk wat het gaandeweg geworden is. Volgens de jury heb je een heel eigen taalidioom. Ik moet even citeren wat ze nou precies zeggen. Waarmee je een wereld weet op te roepen die tegelijk de geschiedenis en het nu belicht. Niet alleen in de titel, het Drog-syndicaat, maar ook in de bundel gebruik je af en toe best archaïsche woorden. Wepelen, weiden. Daar stond nog geen ezel in. Verspocht. Waarom is dat? Dat heeft een aantal redenen. Het is, we vinden het in de eerste plaats natuurlijk gewoon mooi. In de tweede plaats creëert het een bepaalde sfeer die tussen die tijden komt te hangen. Dat vind ik interessant. En in het derde geval heeft het ermee te maken omdat ik veel dezelfde personages, in zekere zin een soortgelijke scènes schrijf. Loop je het risico dat je heel veel dezelfde soort woorden zou gebruiken. Dus daar moet ik iets op verzinnen. Nou is het niet zo dat dan elk synoniem, elk woord maar past. Ik geef sinds een tijd les op de schrijversvakschool. En in de eerste les confronteer ik mijn studenten altijd met een uitspraak van de Italiaanse filmmaker Pier Paolo Pasolini. Die zegt, een stoep is nooit een trottoir. En dat betekent, een woord heeft altijd een andere klank, een andere ritme, een andere betekenis, een andere sociale betekenis soms, ander uiterlijk. Dus je kunt niet alles zomaar inwisselen. Dus dat is een enorm, dat is misschien in die gedichten de grootste zoektocht van welk woord past. Maar als bijvoorbeeld een woord leeg in een bundel talloze keren voorkomt, dan wil ik dan toch wel graag af en toe een ander woord zoals wepel daarvoor in de plaats hebben. En het heeft er misschien ook wel mee te maken, wat veel mensen moeilijk vinden in poëzie, is dat de kwestie van het begrip, van het direct rationeel begrijpen. Eigenlijk is het mooiste of het fijnste als je je even mee laat voeren en je niet alles afvraagt van wat het direct betekent. En zo'n woord als wepelen wij, je hebt er toch wel een voorstelling bij, ook al weet je niet misschien of het leeg is of iets anders.
Dus dat creëert misschien zo'n effect ook nog wel. Ja. Zullen we er nog eentje lezen? Dan maak je mij heel blij en hopelijk ook de mens thuis. Beest. Een tijd lang had het hem goed gedaan in het holst van de nacht op te staan en alleen op de kade naar het donker op te kijken en de sterren weer te zien die zo lang zijn koers hadden bepaald. Hij had de naam aan allen op de ark geleerd en op de vele ogenblikken dat zij de wanhoop nabij waren geweest, had louter de herhaling van die benamingen, Stilpan, Ossenhoeder, Kleine Beer, hem en de anderen, uiteindelijk gekalmeerd. Elke nacht dacht hij zich met liefde in dat er nauwelijks meer van zijn toenmalig leven gebleven was dan dit. Een paar punten licht en de mogelijkheid, steeds weer, ze te verbinden, een lijn te zien die voor ieder die omhoog keek tegelijkertijd zichtbaar was, steeds weer dezelfde vorm had. Ook al had Naama de grote beer altijd verwisseld met de kleine, lukte het Gam aanvankelijk niet de polster te zien, wat, bedacht hij later, waarschijnlijk een list was. De macht van een zoon over zijn vader, om in het moment te blijven, de tijd te snel af te zijn, door getwee eindeloos te kijken naar wat een verweerde vinger ver weg aanwijst. Ja, poëzie als een mogelijkheid een paar punten licht met elkaar te verbinden, Misha. Dankjewel en nogmaals gefeliciteerd met je prijs, man. Graag, dankjewel.